Nou, even een hele snelle, korte uitleg van mijn Berenbach bedieningspaneel. Ik heb vanavond dit sleutelkastje gemaakt. Dit zijn twee sleutels voor wissel en een kluissperre, zo'n stop-ontspoorblok. Nou, je moet hier een sleutel in stoppen om hem los te krijgen. Dat is deze. Die krijg je er pas uit als je de hendel omzet. En daarvoor heb je de sleutel nodig van de zoekvuurder. Nou, die kan er. In. Dan kan de hendel omgezet worden en dan pas kan deze ook eruit gehaald worden. Nou, hier erin. Die kan dan verplaatst worden. Nou, en dan krijg je de sleutels eruit. Wat een beetje lastig gaat om het ding hier nog balanceert. Nee. Even kijken hoe ik dat goed ga filmen als ik het voor het echtje doe. Hij blijft staan. Goed, dit is dus de rangeersleutel. Hop, nou kan de schakelaar met het schuifje weer en dan kan de zoekvuurder zijn sleutel weer terugnemen. Maar goed, we willen ook kunnen rangeren. Dit is de kroonstelling, dus de standaard instelling als alles op slot is van het station. Je ziet ook de wisselhendel zit op slot. Ja, hij kan wel bewegen, maar daar reageert hij niet op. Op slot. En de vaarstrassen ook op slot. Deze mag wel bewogen worden, behalve dat mechanisch die kan. Klik en dan zie je dat de vaarstrassen die nu in de bovenste stand staat, dat het verkeer naar dit spoor gaat, zit die vast. Schakel erom, mag er wel bewegen. Als ik hem naar beneden doe, zie je dat de wisselhendels beweegbaar zijn. Ik kan hem niet op spoor 2 zetten. Anders staan de wissels niet goed voor. Hop. Hop. Nou kan die niet naar 1 en wel naar 2. Nou, dan kan ik een trein binnen laten komen. Het morsen lang, kort, lang. Een K van kommen, kom maar. Dan gaat ook dat lichtje of daar in de verte. Niet altijd goed te zien, maar hier gaat hij in ieder geval. Is de trein binnengekomen. Terug. Wisselhendels weer terug. Boel weer vergrendelen. Die hendel hier ook omzetten. En dan kan ik mijn sleutel weer mee terugnemen.